Hallo, in deze video kijken we naar de applet Gravitatie en Banen. Dat is een applet gemaakt door Fed Colorado. Oorspronkelijk in het Engels, maar ook vertaald in Nederlands en 100 andere talen. Dit is een Nederlandstalige versie. En als je zelf mee wil werken, dan is dat heel gemakkelijk. Dan ga je naar de beschrijving van de video, klik je op de link, kom je hier terecht. Wil je hem in andere talen, moet je even verder zoeken op de site. Hij is vertaald in zo'n 100 talen. Nou, je ziet die twee tabbladen. Eerst model en op schaal. We gaan eerst het model gebruiken. Kijk, wat zie je hier? Je ziet een situatie waarbij je de zon hebt en de aarde. Dit is natuurlijk niet op schaal, want als je dat op schaal zou tekenen, zou je de zon en de aarde niet eens kunnen zien. De massa van de ster is dus inderdaad één keer die onze zon. En de massa van de aarde is één keer van die van de aarde, maar je kunt ook veranderen. Dat gaan we later ook doen. En de afstand is ook zo gekozen zoals je ook net echt is, zeg maar. Je kan ook andere combinaties kiezen. Er kan de maan erbij komen, je kan even de zon eraf halen en je kan ook satellieten rondom de aarde laten bewegen. We kiezen eerst even de standaardstand. Wat ook aardig is, is dat je de gravitatiekracht, de zwaartekracht uit kan zetten. De maan staat hier natuurlijk aan. En je kan van alles in beeld brengen. Gravitatiekracht, de blauwe pijlen, snelheid groene pijlen. Je kan de baan volgen, dat kun je nu nog niet zien, omdat die nog niet loopt. Dus die kan ik gewoon even laten lopen. Dan kun je dat vast wel een beetje zien. En dan kan een rooster toevoegen. En nogmaals, je kan de massa van de sterren, massa van de aarde, die kun je veranderen. Je kan ook de afstand veranderen. Ja? Nou, wat je er meer hebt is van, je kan hier de zaak snel laten lopen, normaal en traag. Je kan ook in- en uitzoomen. Ja. Je kan even stoppen. Je kan stapje op stapje gaan doen. En je kan hem ook terugzetten. En dan kan ik ook meteen laten zien dat je de beginafstand kan variëren. En je hebt ook nog de reset knop. Dan is alles weer terug in de oorspronkelijke stand. Dus dan moet je deze weer aanvinken als je die wil zien. Nou, misschien is het leuk om wat dingetjes te gaan doen. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Laten we bijvoorbeeld eens een keer de zaak aanzetten zonder zwaartekracht. Wat zou er dan gebeuren? Denk er even over na. Als je het antwoord nog niet wil horen, zet hem even dan de video stil. En zet hem aan als je het bedacht hebt. Kijk of het klopt. Nou, ik zet hem aan. Er is geen zwaartekracht. Dat betekent dus dat als aarde al bewoog, dat hij dezelfde richting en dezelfde snelheid blijft houden. En die zien we dus niet meer terug. Dat is natuurlijk niet realistisch. Het is natuurlijk wel degelijk zwaartekracht. Als ik hem aanzet, dan kun je zien dat hij gaat lopen. Maar hij doet het op normale snelheid. Het moet een simulatie zijn in de beginstand die we dus nu gebruiken. Dat het echt een beeld geeft van wat de aarde doet. Dus hij zou er 365 dagen over moeten doen om rond te komen. En je ziet dat dat ook zo is. Het is bijna een cirkel zoals je ziet. Hè, want hier begint hij op een roosterpunt. Maar het is net helemaal geen cirkel zoals je kan zien. Joh. Bijna. Net een beetje ellipsvorm. In andere apps dus kun je dat eventueel nog beter zien. Nou, zet hem alles even gewoon terug. Hup, dan kun je met deze doen. Hup. En dan zet ik hem wel even op pauze, anders gaat hij meteen weer. Dan gaan we wat dingetjes variëren. Dan gaan we bijvoorbeeld de afstand eens halveren. Hè? Dus we beginnen met op de halve afstand die de aarde normaal heeft. Nou, eens kijken wat er dan gebeurt. Zo. Nou, dat is duidelijk. Ik krijg een botsing. Dus ik zet hem maar weer even terug. Oh, stop. Terug. In de oorspronkelijke stand. Oké, dat hadden we dus gehalveerd. Dat betekent als je... Dan krijg je een botsing. Nou, als je hem op drie kwart zet dan. Zo. Dus het is drie kwart van de normale afstand. En ik laat hem lopen. Dan krijg je een ellips. En zou die nou langer duren of korter dan 365 dagen? Nou, je kan het wel zien. Het is korter. Het wordt iets van... Nu kan ik de stapje voor stapje knop moet gebruiken. Het is minder dan een half jaar, zie je wel. Oké, weer even terug. Ik kan natuurlijk ook de afstand in plaats van dat die... kleiner werd dan je groter. Je kan hem bijvoorbeeld, dit is de oorspronkelijke stand, daar zit hij, dat is 1. Je kan hem bijvoorbeeld op anderhalve afstand zetten. Dus dat is 3 hokjes van de zon weg. Dat is hier bijvoorbeeld. Zo. Nou, eens kijken wat er dan gebeurt. Nou, hij gaat, zo te zien, gaat hij weer een ellips maken. Ik kan nu even uitzoomen. Kijken wat er gebeurt. Nou, de vraag is of hij wel terugkomt. Ik denk het, misschien kunnen we het even snel laten verlopen. Je ziet dat het heeft dus voordelen niet snel kloppen, hoewel ik het niet echt zie. Ja, hij loopt wel sneller dan net. Nou, misschien dat hij toch wel terug gaat komen. Nog. Maar het gaat lang duren.
Maar hij gaat al terugkomen, dat is wel duidelijk. Je ziet, hij zit nu al op 700 dagen, dus het is al 2 jaar. Dit is nu al voorbij. Nou, je kan zien dat hij dus wel terug gaat komen, maar het gaat lang duren. Als je precies wil weten hoe lang, dan kun je dat zelf nog een keertje doen. Ik zet hem weer even terug en op pauze. Misschien eerst op pauze en dan terug. En misschien kunnen we nu de afstand, die is nu 1,5 keer zo groot als die was. Dit is de oorspronkelijke plaats. Dit is 1,5 keer, dit is dan 2 keer. Kijk wat hij dan gaat doen. Op een gegeven moment is de afstand natuurlijk zo groot dat hij niet meer terug gaat komen. Nou, het lijkt erop, ik kan niet verder uitzoomen. Het kan zijn dat als ik heel lang wacht dat hij nog terugkomt, maar het zou ook wel eens kunnen dat het niet het geval is. Nou, dan moet je zelf even, het is leuk om zelf te onderzoeken. Ja, ik ga hem nu even stopzetten en reset. Nou, wat we nu hebben dus gevarieerd is van, we hebben alles hetzelfde gehouden, alleen de onderlinge afstand tussen de zon en de maan, die hebben de aarde hebben we veranderd. Maar je kan natuurlijk ook andere dingen doen. Je kan zeggen, nou, ik laat hem nog een keertje lopen in de normale stand. Dan gaat hij dus, als het goed is, 365 dagen erover doen. Heb ik alles al in de normale... Nee, ik heb hem niet. Ik had wel gezegd dat ik hem terug zou zetten, maar ik heb het niet gedaan. Zo, daar moet hij. Dan gaat hij dus weer 365 dagen rond, als het goed is. Maar wat nu als ik bijvoorbeeld eens een keer zeg, nou, ik ga de massa van de zon, die ga ik eens veranderen. Die ga ik bijvoorbeeld eens half zo groot maken als die oorspronkelijk was. Zo, zie je wat, nu 65 dagen. Nou, dan gaan we hetzelfde doen. Dan gaan we de massa van de zon, die gaan we kleiner maken. Zo, en dan zet ik hem even terug. Nou, laten we eens even kijken. Even leegmaken. Even terug. Dan, oh ja, zo denk ik. En het lijkt erop dat die massa, als ik die halveer van de ster, dat die niet meer voldoende zwaartekracht oplevert om te zorgen dat de aarde nog in een baan blijft. Het zou kunnen zijn dat die nog in een baan blijft, maar dan wordt het wel een baan met een hele lange omloopstijd. Ik ga daar verder niet wachten, dat is leuk om. Als je dat wil weten, moet je dat zelf even lekker doen. Oké, we begonnen dus net met een half keer. We kunnen zeggen, nou weet je wat, we maken nu niet de... Maar 1,5 keer zo groot, als oorspronkelijk, maar 1,5 keer zo groot. Dat is bijvoorbeeld hier. Dus dan krijg je meer zwaartekracht. Wat zal er dan gebeuren? Nou, je ziet het. Ik krijg wel degelijk een ellips. Maar hij gaat veel sneller rond dan eerst. Dat duurt nu ongeveer 1,5 jaar, zoals ik kan zien hier. En dan, nou, als ik hem 2 keer de waarde geef. Zo. Dan... duurt het nog korter. Ik kan me voorstellen dat als ik een nog grotere waarde geef, dat hij weer een botsing gaat krijgen. Nou, dat kan hij niet, helaas. Misschien. Nou, maar dan kan natuurlijk iets zeggen van, oké, we gaan niet de massa van de ster veranderen, maar de massa van de planeet. Dus we zitten weer in de oorspronkelijke situatie. Dus als ik nu al laat lopen, dan duurt het 365 dagen. Want nu als ik de massa van de planeet halveer, dan halveert de zwaartekracht natuurlijk wel. Maar misschien heeft dat verder toch geen invloed. Maar hij lijkt inderdaad, hij is nu 90 dagen pas al weg voor een kwart. Je ziet de massa, de zwaartekracht halveert, maar de massa van, dat, van de planeet die halveert ook. En blijkbaar compenseert dat elkaar precies. Want het lijkt op dat hij precies weer 365 dagen over gaat doen. Even stoppen en dan beeldje voor beeldje. Ja hoor, jawel. 365 dagen. Nou, wat nu als ik de aardemassa 1,5 keer zo groot maak in plaats van 1,5 keer zo groot? Kijk of er dan ook. Ik laat hem even snel lopen. Nou, het lijkt erop dat dat verder ook weer geen invloed heeft. Want. Oh, hij loopt nu verder door. Dus dan moeten we zo meteen. Ik heb hem niet op 0 gezet, blijkbaar. Op 730 dagen uitkomen. Ja, zie je wel? Even terug en nog even een keer laten zien dat het echt zo is. Ja, en eventueel kun je ook zeggen, de massa van de planeet, de aarde, dus die kun je misschien nog groter maken, dus dubbel zo groot. Ja, de verwachting is dat het niet uit zal maken, maar het is misschien wel leuk om toch even te kijken. Zie je wel, hij is echt 365 dagen onderweg. Zo, wat doen we als ik hem dubbel zo groot maak? Even alle leeg maken. Even precies op het begin. Dubbel zo groot, de massa nu van de aarde. En je ziet, het heeft geen invloed.
Ja, dus hebben we nu nog gekeken naar de onderlinge afstand. Dat invloedt de massa van de ster. De zon had invloed en de massa van de planeet heeft dus blijkbaar geen invloed. Ja, 365 dagen. Nou, wat nog meer kan is natuurlijk, we zetten alles even weer terug. Zo. Dus dan zeggen we, nou weet je wat, we gaan nu even iets anders doen. We gaan nu zeg maar de snelheid van de planeet, die gaan we groter maken. Nou is het een beetje moeilijk, want helaas hebben we geen getallen. Maar je ziet, de oorspronkelijke waarde is ongeveer 1,8 hokjes. Dus laten we er nou zo'n 0,9 hokjes van maken. Dus dan maakt de snelheid half zo groot. Wat gebeurt er dan? Nou, ik denk dat je dat al kan zien wat er gaat gebeuren. Dan botst hij dus op de planeet. Ja, dus als je de snelheid van de planeet te klein maakt, dan krijg je een botsing. Wat nou als ik hem bijvoorbeeld eens driekwart zo groot maak, dus dat is dan ongeveer zoiets. Het is moeilijk om dit precies te doen. Zou je echt helemaal, je kan dat natuurlijk wel doen, dan moet je hem uit gaan meten. Dan kan het wel. Nou, je ziet dan, heeft net genoeg snelheid om niet voor een botsing te gaan, dus dan krijg je een omloopbaan, dat wordt ongeveer 200 dagen, zo te zien. Ja, zoiets is ietsje minder. Nou, groter kan natuurlijk ook. Zet ik hem even terug, zo. En dan dit is de even kijken naar de oorspronkelijke stand, maar eerst, zo. Dan ga ik hem groter maken. Nou, hij is nu bijna 2 hokjes, dus dan maak ik hem bijna 3 hokjes. Dan is hij allemaal half keer zo groot. Het is allemaal ongeveer, hè. Jammer dat je dat niet exact in kan stellen, maar ik heb er geen manier gevonden om dat te doen. Je kan zien dat die deze gaat waarschijnlijk nog wel terugkomen, alleen het gaat lang duren. Misschien ook wel niet. Ja? Nou, zo kun je bepalen van ja, bij welke snelheid komt hij niet meer terug. Daar zijn er wel formules voor, die kun je in je boek vinden. Hoe groot is de ontsnappingssnelheid als je de massa van de ster weet en de onderlinge afstand. Op een bepaald moment kun je uitrekenen wat zijn ontsnappingssnelheid is. Deze lijkt niet meer terug te komen. Ik heb dus een aantal dingen gevarieerd, maar je kan natuurlijk nog veel meer variëren. En je kan ook zeggen van, nou we gaan naar een ander model. Ja, daar heb je de maan en heb je de maan erbij. Nou, ik vind het aardig om te laten zien wat er dan gebeurt als je alles aanzet. En dan wordt het natuurlijk ingewikkelder, want je hebt nu meer cellen, want de aarde heeft een snelheid en de maan heeft ook een snelheid. Dit is de snelheid van de aarde en dit is de snelheid van de maan. Dus kijk wat er gaat gebeuren. Als ik rond wat op in, dan zie je ook de baan van de maan. En die is wel interessant, dat is die violette kleur, zeg maar. Je ziet dat die een soort van zwabbenbeweging maakt. En dat komt omdat de maan natuurlijk om de aarde draait. En de aarde draait weer om de zon. Dus de maan heeft wat dat betreft dus een dubbele beweging. En daardoor krijg je deze cycloïde vorm, zeg maar, van de baan van de maan. Ja, dus de richting van de snelheid van de maan die verandert steeds. En ook zijn grootte verandert steeds, zoals je ziet. Terwijl die van de aarde die is bijna constant. Denk niet helemaal, want het is net geen cirkel, maar wel bijna. En dat komt natuurlijk omdat de maan dubbele zwaartekracht ondervindt. Die van de aarde en van de zon. En dat geldt natuurlijk voor die andere twee lichamen ook. Alleen ja, die zijn veel zwaarder, dus die hebben er minder last. Nou, wat ook nog kan is naar een andere gaan. Dat is op schaal. Dan heb je eigenlijk hetzelfde scherm zoals je ziet. Alleen tot nu toe waren de afstanden niet op schaal. In dit geval zijn ze dat wel. Ja? En zoiets zijn er verder ongeveer dezelfde mogelijkheden als die we net zagen. Alleen op schaal en net was het niet op schaal. Nou, dan kan je ziet, je kan hier dus heel veel mee. Je kan hier eindeloos mee variëren. En onderzoeken wat de invloed is. Ik heb nog maar een paar dingen laten zien. Alleen maar aarde en zon eigenlijk, maar je kan het ook met 3 lichamen, heel kort is het even geweest. En je kan ook kijken naar de maan en de zon, maan en de aarde apart. Dus dan schakel je de invloed van de zon uit. En je kan ook naar de aarde en satellieten kijken. Nou, nogmaals, het is vooral te doen dat je zelf mee aan de slag gaat. En dat kun je doen door op de link te klikken in de beschrijving onder de video. Dan kom je vanzelf bij het beginscherm hier. Ja? Nou, bedankt voor het kijken en even tot de volgende keer.